Yo mensen, welkom bij deze video. Mijn naam is Wesley van FIFBO 1999 en vandaag weer de nieuwe Feyenoord Career Mode. En ja, het is oudjaarsdag, nog een paar uur en dan is het oudejaarsavond en we gaan knallen het nieuwjaar in natuurlijk. Ik steek zelf geen vuurwerk af, maar jullie zouden best wel nog op mijn Insta wat video's zien van het vuurwerk die bij mij in de buurt is afgaan natuurlijk. Ik vind het gewoon super leuk om te blijven doen. Ik hoop dat YouTube niet de veranderingen door gaat voeren. Ik hoop gewoon dat ik blijf gewoon doorgaan. Morgen natuurlijk weer gewoon de spelers cremen. Gaat super goed. Abonnees komen erbij ook soms af. Er zijn zelfs al fanaccounts op YouTube, op Insta verschenen. Van Ine Wessel. Super tof dat je dat aangemaakt hebt. En ja, ik heb veel fans blijkbaar. En daar ben ik gewoon blij mee. Ja, jullie vinden mijn video's ook tof. Jullie vinden dat ik goed in FIFA ben. En gewoon dat ik genoeg upload. Met Sims 4, GTA natuurlijk. Af en toe de voorspellingsvideo's. Rudy natuurlijk. Challenges met Tim. Komen er ook weer aan het nieuwe jaar. Hier komt de eerste kans voor ons. En het is dan gelijk de 1-0 voor Feyenoord. Bero maakt. Binnen een kwartier staan we voor. En het is Bero die de laatste set al goed in vorm is. Die de 1-0 maakt. Mooi doelpunt van Bero. Ja, dat is een goede... een goede speler, zo gezegd. Middenvelder, Bruma. Nu PSV eruit, Bruma. Gaat hij hem voorgeven. Bruma geeft hem voor. Maar Bijlo bokst de bal goed weg. Bruma vangt de bal daarop. Ja, Baumgartel gaat hij hem voorgeven. Ja, heel slecht voorgegeven van die verdediger van PSV. 2 minuten gespeeld. Nog steeds de 1-0 stand voor ons door Bero, die natuurlijk de top middenvelder bij ons. Begon dit seizoen. We hadden allemaal een beetje onze twijfels erover. Maar uiteindelijk doet hij toch wel redelijk goed. Fousseman krijgt hem hier bij Piasson. Die toch weer zijn plaats moet kwijtraken aan Vieira. Want die komt terug. Als de transferperiode opent, komt de oud-speler weer terug. Die het niet kon vinden in Levante in Spanje. Daardoor heeft Feyenoord zijn afgelopen seizoen betaald. 28 miljoen om precies te zijn. En is hij weer terug op het oude nest waar wij hem hebben opgegroeid. En dat is natuurlijk heel mooi dat een oud-speler uit de jeugd, hij is nu 18... Dat hij gewoon, we wouden hem natuurlijk gewoon houden. Maar ja, door omstandigheden, de FIFA-omstandigheden, gebeurde dat niet zo goed. We hadden wel zijn contact verlengd, maar FIFA dacht er anders over. Piasson. Eerst had het er bijna op. Piasson en Penna. Penna moet hem nu geven op Devizoglu. Goed, Devizoglu. Kans voor de 2-0. Devizoglu en het is 2-0. Devizoglu scoort en het is 2-0 voor Feyenoord. Mooi doelpunt. Mooi uitgespeeld. Devizoglu de spits. 2-0. Ondertussen 42e minuut. Kadioglu krijgt de bal niet. Dus de bal voor PSV. Hier mooi bal, maar Bijlo is op tijd. En moet de bal klem hebben. Dat heeft hij ook uiteindelijk. Dus de eerste helft er bijna op. En is de 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Bero, Devizoglu. Mooi bal hier op Piasson. Piasson gaat richting de 3-0 misschien zelfs wel. Piasson gaat er langs. Geeft hem voor dan. Goeie voorzet van Piasson. Weggehaald door Dumfries. Ramselaar. En is de eerste helft voorbij. En is het de 2-0 voorsprong voor Feyenoord door Bero. Onder andere met het doelpunt. En Devizoglu. Rosario nu tweede helft begonnen. Is in de 57e minuut. Waar PSV nu erboven ligt op tijd eigenlijk. Bruma, mooie bal op Baumgartel. Weer een goede voorzet. Maar Bijlo moet hem nog wegboksen. Klaasie komt erin voor Kadioglu. En de corner is voor PSV. Kijken of PSV iets kan doen uit die corner. Junior is erin gekomen voor Ramselaar. Senesi, bal wegwerken. Penna, iedereen de kans nog maar de bal naast schoten. 61 minuut nu, Martezindi. Penna. Penna moet hem daar geven op Barco. Dat gebeurt niet. Dan gaat naar Martezindi. Dat kan ook. Nu wel naar Barco. Barco kan hem helemaal over de hele geven aan Piasson. Dat gebeurt. Piasson en die scoort. 3-0 Feyenoord. Lucas Piasson maakt hem. Ja, de man die niet meer in basis gaat staan hè, vanaf de transferperiode. Maar dan komt Vieira weer terug. En op 10 minuten te gaan is de 3-0 voor Feyenoord. En lijkt toch wel beslist te zijn voor Feyenoord om zich te plaatsen voor de volgende ronde tegen PSV. En dat is, kan ik al vertellen tegen jullie, tegen PEC Zwolle de volgende ronde. De kwartfinale van de KNVB-beker is tegen PEC Zwolle. Penna. Penna komt hier nog door voor de 4-0. Penna gaat die voor eigen kans. Nee, Bero mag hem maken. En is het zijn tweede van de avond. En is het de 4-0 voor Feyenoord. En is het over en uit voor PSV. Het is klaar, het is over. Feyenoord gaat hier de
kwartfinale bereiken van het KNVB bekertoernooi. En die gaat zijn tegen PEC Zwolle. Rosario. Gaat PSV nog een doelpunt maken? Misschien zelfs wel. Rosario. Rosario krijgt hem hier toch nog bij Bruma. Bruma en Bijlo. Alvarez komt erin voor Penna. En het is nog steeds de 4-0 voorsprong. Waar het hier nog een 1-4 had kunnen zijn voor PSV. Maar die gaat er niet in. Er komt er een corner aan. Gutierrez met die corner. Gutierrez. Barco vangt de bal erop. En is het ook al bijna gespeeld. Bijlo werpt de bal nog weg. Ingooien voor PSV. Of houdt hier Devesoku. Nee, die houdt hem binnen. Helemaal naar achter terug. Ja, fijn dat blijft een beetje rondtikken nu. Van Venezuela, Piasson. En de 2 minuten extra tijd zitten erop. En dat betekent dat we gewonnen hebben tegen PSV. En de volgende is tegen Willem II voor de competitie. Die simulering met het tweede elftal. En die, die winnen we met 3-1. Dammers en Toornstra met 2 doelpunten. Dus een mooie overwinning. En voor de competitie is het ook goed. We lenen wat jeugdspelertjes uit, zoals jullie kunnen zien. En we gaan gewoon door en kijken wat er nog gaat gebeuren. Jullie zien het, de basis. Vrijer gaat erin. Hij is terug. Vrijer is terug. Dat is super mooi, super tof dat hij terug is. Piasson verhuist daarom wel naar de bank. Ik persoonlijk wat spelers te halen voor volgend seizoen. Dit is hier. Lewis Bakker, oud Vitesse speler volgens mij. En nog een oud, ik ga nog een oud Feyenoord terughalen. Dat zien jullie ook. Met twee spelers dus. Deze, Lewis Bakker. En nog een andere. Dat is Lucas Woudenberg. Oud Feyenoord. Heel fijn gespeeld in de jeugd. Bij Feyenoord volgens mij ook opgegroeid. Daar niet zoveel meer de kansen kregen door Van Bronckhorst. Maar ik wil hem weer gaan gebruiken in mijn misschien wel tweede elftal. Want hij is niet zo hoog algemeen. Maar ik kom toch weer meer gaan gebruiken. Lucas Woudenberg komt volgend seizoen over van Heerenveen. Twee spelers dus. Bakker en Woudenberg. Ja, dat is wel mooi. De twee, is er eentje is er natuurlijk een uit de Feyenoord jeugd geweest toen. Maar ja, hij is nu al ietsjes ouder. Maar goed, we gaan hem wel terughalen. Die twee komen dus terug. Barrel gaat uitgeleend worden. Die ga ik uitlenen aan Everton. Omdat ook al Piasson dus nu bij de club zit. En ik wil liever Piasson dan Barrel. En Barrel dus nu naar Everton. Hier weer een leenbod op een leenspeler. Accepteren ook. Die spelen we gaan toch niet gebruiken tot nu toe nog. We gaan doorsimuleren. En de volgende wedstrijd die jullie gaan zien. Die ga ik ook simuleren tegen RKC. Weer een inhoudbod op deze speler. Ja, doe maar. Want die gaan we ook niet meer gebruiken nog. Malik Scout. Die niet. Die niet. Die ook niet. Die wel. Die ook niet. Die ook niet. En die ook niet. Even kijken. Nou, dan gaan we weer door naar RKC. Want die wedstrijd gaat op het programma. Die ga ik simuleren met het basiselftal. En die wedstrijd winnen met 3-1. Bero, Devesoglu en Barco. Devesoglu gaan we afwijzen. De volgende aflevering weer twee nieuwe wedstrijden. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje gedaan. Morgen de spelerscreamode. En alvast een gelukkig en gezond 2020 gewenst. Want dat is zometeen voor jullie. Nou, ik weet niet hoe laat jullie dat kijken. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. En later. Yeah.